Een rekenblad wordt natuurlijk vooral gebruikt om mee te rekenen. Dat wil zeggen dat we het rekenblad voor ons gaan laten nadenken zonder dat we het zelf moeten doen. Om te rekenen gebruiken we natuurlijk formules. Jullie kennen formules uit de wiskunde, er zit altijd een bewerking in en een is gelijk aan teken. Ook bij koekenbedrijf De Koekendoos gebruikt men een rekenblad om de rekening te maken van de klanten. Zo wil ze bij De Koekendoos weten wat de rekening is als er een aantal zandkoeken, boterkoeken enzovoort verkocht worden. Het aantal is nog leeg. Dat kunnen we nog niet invullen aangezien we nog niet weten hoeveel er zal verkocht worden. Toch kunnen we onze formule al maken. We weten namelijk waar ons aantal zal komen te staan. Het aantal zandkoeken komt in C3 te staan. Het aantal boterkoeken in C4. Het aantal chocokoeken in C5 enzovoort. We kunnen dus perfect onze formule maken zonder dat we de getallen kennen. We rekenen namelijk niet met getallen, maar met celadressen. Als we dus willen weten hoeveel er betaald moet worden voor de zandkoeken, gaan we naar cel D3 en we beginnen onze formule. In tegenstelling tot in wiskunde beginnen we hier met de is gelijk aan. Is gelijk aan de prijs per zandkoek die we vinden in B3 maal het aantal zandkoeken dat we zullen zien verschijnen in C3. Je ziet dat de cellen die ik gebruik in mijn formule gemarkeerd worden in een bepaalde kleur en dat die kleur terugkomt in de formule. Dat is om het overzichtelijk te houden. Ik druk op Enter. Zo, en het komt er te staan. Nu staat er nog 0 euro, want er is geen aantal ingevoerd. Dat wil dus zeggen dat er nog niets verkocht is. Om te testen of mijn formule werkt, ga ik er een willekeurig aantal invoeren. 3 zandkoeken. Dat lijkt mij te kloppen. We gaan even wat meer gebruiken. 35. Zo. Klopt perfect. Dit zouden we nu voor elke cel in de D-kolom moeten doen. Alleen is er een iets snellere manier om dat te doen. We gaan kiezen voor de vulgreep of voor het doorvoeren. We gaan op de rechter benedenhoek van onze cel staan tot we een zwart kruisje krijgen op de computer. En we trekken door tot waar het moet staan. Op deze manier wordt de formule gekopieerd naar de volgende cel. Maar wordt de formule helemaal gekopieerd? Niet echt. Als je kan zien bij D3, dan zie je boven in de formulebalk bij Fx, zie je de formule staan. Is gelijk aan B3 maal C3. Als ik de formule in D3 doortrek naar D4, verandert ook de formule. In plaats van B3 maal C3 komt er B4 maal C4. Ga ik naar D5, wordt de formule B5 maal C5. Het rekenblad gaat ervan uit dat als de formule een rij zakt, dat ook de cellen waarmee gerekend wordt een rij moeten zakken. Dat is heel handig, anders krijgen we bij ons totaal van boterkoeken, chocokoeken en croissants het totaal van de zandkoeken. En dat is niet de bedoeling. Kijken weer even of dit klopt. Een paar willekeurige getallen. En dat lijkt allemaal te kloppen. Het laatste wat ik nog wil doen is het totaal weergeven. Voor het totaal gebruiken we een formule die we de som noemen. We beginnen opnieuw met is gelijk aan. De som. En we gebruiken de som van deze getallen. Zo. Ook dat lijkt perfect te kloppen. Welke dingen moet je nu zeker onthouden? Eerst en vooral, als je kijkt naar de formules, zie je dat daar nergens een spatie tussen staat. Dus je gebruikt in een formule geen spaties, je zet alles recht aan elkaar. Verder begin je altijd met de is gelijk aan. En je gebruikt geen getallen, maar altijd celadressen. Bijvoorbeeld, een formule kan zijn is gelijk aan C4 voor het optellen, plus voor aftrekken, min voor vermenigvuldigen, het sterretje, en voor een deling, de slash of de breukstreep, en dan een andere cel.
de cellen die je gebruikt worden opgelicht. Dat wil zeggen dat je, dat je snel kan zien of je juist bezig bent of niet. En als de cel klaar is, druk je op enter en je krijgt het resultaat. Tot zover het werken met cellen.